Goedendag, hier weer het video weekbericht. We beginnen met een vrij sombere column. En het gaat, eh, tenminste als u obligatiebelegger of pensioenbelegger bent, want eh, het eh, aantal obligaties met een negatieve rente, dat begint helemaal de spuigaten uit te lopen. Hier ziet u een grafiek van eh, het belegd vermogen in die obligaties eh, met een negatieve rente. En dat is nu al 11 triljoen dollar, oftewel 11 miljoen er zijn er 11.000 miljard. Daarbij wordt het heel erg moeilijk om nog een beetje rendement op je obligatiebeleggingen te maken. En dat zal een kopzorg zijn voor veel pensioenfondsen. Want alle mooie plannen die de politiek heeft gemaakt de afgelopen tijd kunnen eigenlijk gelijk de prullenbak in als je eh, geen rendement maakt op je beleggingen. Zelfs een negatief rendement. Dan, als we naar nou gaan kijken naar de expansieperiode in de Verenigde Staten, dan zitten we nu bijna op de allerlangste expansieperiode. We zitten gelijk aan de vorige. Uh, u ziet het dan, die groene balkjes hier zo. is dus nog één maandje te gaan en, en we hebben dat record verbroken. We zijn er ze natuurlijk in de Verenigde Staten. Um, maar die verwachtingen worden een stuk zonder. Als we gaan kijken naar de VET-verwachtingen voor de rente, dan zien we heel duidelijk dat die heel erg sterk naar beneden gegaan zijn. De uh, markt verwacht dat de FED uh, in juli al zijn rente gaat verlagen. Die kans erop is van 22% naar 77% gestegen als we gaan kijken naar de geldmarkt in de Verenigde Staten. En dat is een, een hele snelle stijging. Maar dat komt vooral omdat uh, Jerome Powell heeft gezegd van... Ja, ...als Trump zoveel schade aanricht aan de economie dat we daadwerkelijk een terugval in de economische ontwikkelingen zien... ...dan zullen wij ingrijpen en de markt las dat dus. Wij gaan de rente verlagen in juli. Of dat uit gaat komen is een tweede natuurlijk. Tegelijkertijd zien we ook dat de handelsbeperkende maatregelen... Uh, ...zijn invloed hebben op de Europese economie. Uh, hoe minder economische groei, hoe minder inflatie. Je ziet dus de inflatieverwachtingen heel hard naar beneden gaan. Begin van het jaar zat dat toch op uh, zo'n uh, 1,7 procent. En nu nog maar op 1,3 procent. Dit is een 5 year, five year forward. Oftewel de populaire uh, inflatiemaatstaf bij de ECB. Dan de bedrijfsagenda voor de komende week. Um, een heleboel roadshows en wat investor days, waar wat, wellicht wat interessante informatie naar buiten komt van Unibank en van TKH. Um, en de macroagenda natuurlijk maandag is pinksteren. Dan zult u met andere dingen bezig zijn. Maar tegelijkertijd ook de dag dat er een start gemaakt zal worden uh, met het invoeren van de importtarieven op de Mexicaanse handel. Of dat gaat gebeuren of niet, ik hoop het niet. Maar als dat gaat gebeuren zal dat uh, toch wel een minpuntje zijn. Verder mijn persoonlijke voorkeur voor de Atlanta Vet Index op woensdag en de voorraden op vrijdag. Dat was het weer voor deze week. Fijne pinkse weekenden. Tot volgende week.